vond je van deze match? Ik vond het een vrij oké match, zeker na onze verplaatsing, onze Champions League verplaatsing. De eerste set was mooi en gelijk op hand. In de laatste twee sets hebben we toch wel het verschil kunnen maken met een opslagreeksje. Dus nee, het was vrij oké. We hebben 3 punten binnengehaald, dat is het belangrijkste hier. En ja, jullie hebben deze week dus nog een match gespeeld, niet zo heel lang geleden. Zit daar nog iets van in het lichaam, in de benen? Het is niet gemakkelijk, maar het is nu eenmaal zo. We trainen iedere dag, ook op reisdagen en zo. We bereiden ons maximaal voor op de volgende Champions League wedstrijd ook. Maar dan hebben we een dag verlof de dag erna, dus we kijken daar naar uit eigenlijk. Het is niet gemakkelijk, het kan beter, maar het is voor iedereen hetzelfde liedje. Dus klagen heeft weinig zin. Ja, op het einde van de derde set hadden we inderdaad, ik kan niet zeggen een dipje, maar ze beginnen goed te serveren, wat kleine akkefietjes, netfoutjes bij dergelijke acties. Allee, ja. We hebben dat goed opgelost en zo de wedstrijd toch met 3-0 kunnen eindigen.